Dankjewel, ik heb me nog nooit zo opgelaten en zo opgehezen op een schild gevoeld. Daar stappen we zo snel mogelijk weer vanaf. Wie van jullie heeft toevallig, hij is net uit, een film gezien die heet Paved Paradise? Nee? Het gaat over landbouw en dat is natuurlijk wel een dingetje in de polder in Flevoland. En daarin, en ik wil even het voorbeeld herhalen, daar wordt gesteld hoge input landbouw. Daar heb je aan de voorkant heb je heel veel spulletjes nodig die je erin stopt, om er aan de achterkant heel veel uit te halen. En dat is een soort van landbouw in die film waarvan wordt gezegd, die moeten we ook op, we moeten nog veel intensiever. Waarbij ze niet zeggen intensiever met meer gewasbeschermingsmiddelen, et cetera, maar veel beter snappen hoe die grond waar we hier op leven in elkaar zit en hoe we die in samenspraak eigenlijk beter kunnen laten functioneren. Dus aan jullie heb ik eigenlijk een vraag. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Die kan je gewoon met ja-nee antwoorden. Als je het er niet mee eens bent, steek je hand niet op. Als je het er wel mee eens bent, steek zo direct even je hand wel op. Ik heb een stelling. Wij zijn natuur. Wie is het daar mee eens? Kijk, we zijn in Flevoland in goed gezelschap. Ik heb ook wel eens zalen gehad waarbij iedereen zegt van ja, we zijn natuur, maar wel heel speciaal. Wij zijn eigenlijk beter dan de natuur. Want wij kunnen die natuur beheren. En wij kunnen hem naar onze hand zetten, wij kunnen hem veranderen. En het grootste punt wat ik wil maken, en ik denk dat het meer is gemaakt, is volgens mij is het slimmer om te luisteren naar de natuur en te kopiëren wat je daarvan kan. Je kunt leren van een blad. Ik had hier vandaag net even nog een gesprek met iemand uit Dronten en die zei van als je er goed naar kijkt, is een blad met die nerven is de slimste manier om voedingsstoffen van A naar B te krijgen. Dus waarom maken wij wegen, rondwegen en rechte wegen? En waarom kopiëren we niet de structuur van een blad om bijvoorbeeld onze steden in te richten? Zou een veel slimmere manier zijn en zou veel efficiënter zijn. Waarom kijken we niet naar de Flevopolder als een stuk land met daarnaast nog heel veel water, waar we niks mee doen? Terwijl, daarom begon ik met die hoge inputlandbouw, we toch een manier zullen moeten verzinnen als we hier met elkaar landbouw een belangrijke plek willen geven om die input ergens in de buurt vandaan te halen. En niet, als we dat nog 50 jaar doen, het Amazonewoud leeg te trekken. Dus kunnen we niet het IJsselmeer gebruiken om wieren te telen. En die wieren, want er zijn experimenten mee geweest, bijvoorbeeld in Noord-Holland, in de bollenteelt, zijn een waanzinnig goede meststof. Erik Klarenbeek heeft dat gedaan. Die heeft heel kort wieren gekweekt en uit elkaar gehaald. De eiwitten gebruikt hij om mooie producten van te maken als ontwerper. En toen had hij een reststof over. En dat was eigenlijk het water met alle spulletjes die uit het persen na het verwijderen van de eiwitten nog over waren. Dat hebben ze op land gebracht. En dat bleek een enorm goede manier te zijn om kunstmest te vervangen. En daarmee ook een stukje van die input te vervangen. Dus we kunnen, en daar ben ik van overtuigd, als we zeggen, nou, laten we de natuur eens even als uitgangspunt nemen. Laten we eerst eens vragen, hoe heb jij dat opgelost als we het hebben over overstromingen? Hoe ga jij daarmee om, natuur? En dan hebben wij de voorbeelden in de vorm van de Waddenzee liggen. En als we wat exotischer gaan in de vorm van mangrovenbossen, bij de hand. En het maakt ook, als we dat centraal stellen, natuur, dat we met elkaar in gesprek gaan. In plaats van, hoe zie jij dat? Dus je gaat vragen stellen, hoe zie jij dat? Ik heb dit geobserveerd. Of ik heb dit gehoord. In plaats van dat je gaat polariseren. Want je bent met elkaar aan het leren. En je bent elkaar niet aan het frustreren. Dus ik denk dat het ook een hele goede manier is om met elkaar na te denken over een toekomst. En op een manier die constructief is. Oké. Dat gezegd hebben we, we gaan nu allemaal een boom omarmen en dat soort dingen doen. Dat is één element wat belangrijk is. Leren van de natuur, dat is wat ik ook studenten probeer te leren op die master. Aan de andere kant zijn we ook mensen en zijn we wel een speciaal soort natuur. Want welke natuur bouwt dit soort dingen? We hebben toch wel iets met elkaar te verhapstukken. En wat ik jullie wil schetsen, en dan stop ik ook daarna, heel kort, is ik denk dat we op dit moment in de tijd het heel erg goed is om te luisteren naar alle kleine initiatieven die er al leven. Waarbij je in de buurt, in je wijk over praten zegt, ik zou graag dit willen hebben en we moeten dat opschalen en verbinden. En om een voorbeeld te geven, ik woon op platteland in Salland. Dat is tussen Zwolle en Raalte zo'n beetje, of tussen Zwolle en Deventer. En daar heb ik een mini-camping en die maak ik eetbaar, permacultuur.
En om dat te doen, praat ik met allerlei andere mensen. En toen ik begon, 20 jaar geleden, waren er eigenlijk nog heel weinig vergelijkbare initiatieven. En nu hoef ik om me heen te kijken. En in het dorp waar ik zit, hebben we nu een bedrijf die doet aan houtbouw. Er is een bedrijf vlakbij in Weijen, die doet aan bokashi. Dus die is met andere dingen bezig. En zo zijn er heel veel initiatieven. We hebben een duurzaamheidsgroep, een biodiversiteitsgroep, voedselcoöperatie, nu 15 in heel Nederland. Het verspreidt zich. En je ziet dus dat die lokale initiatieven langzamerhand in elkaar gaan haken. En als je met elkaar een duidelijke richting hebt en je gaat de lokale initiatieven stimuleren, dan denk ik dat we met veel plezier kunnen bouwen naar een toekomst. Flevoland 2050. Oké.